Het huis van de Nijmeegse geschiedenis heeft in 2016 bijna 28.000 bezoekers ontvangen. Dat zijn er al 60 meer dan het eerdere record van 2014, en dat was het jaar van de goed bezochte expositie 'Bommen op burgers'. Op dit moment is een enthousiaste club Nijmeegse amateurfotografen op pad om in hun eigen wijk die ene foto te maken die voor hem of haar de geschiedenis van onze oudste stad weerspiegelt. Het resultaat wordt maart 2017 geëxposeerd in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. De Wiegense villa Sterbos staat te koop. Eigenaar Geert Sanders gaat zich richten op zijn andere horeca-gelegenheden. Sterrenbos begon in 1908 als dorpscafé. Inmiddels bestaat het bedrijf uit een grand café en restaurant met Zalencentrum, café De Arend en De Villa. Die kocht Sanders zo'n 12 jaar geleden om er gelegenheden op niveau te kunnen houden. Maar dat kan nu ook in zijn andere bedrijven. De villa wordt dus te duur. De verkoop heeft geen gevolgen voor het personeel dus de Sanders. Hij heeft voor zijn andere bedrijven zelfs vacatures uitstaan. Bij Sanders werken 18 fulltimers en 40 oproepkrachten. Sinterklaas is weer op weg naar huis, dus de kerstversiering kan zonder schroom tevoorschijn gehaald worden. Zo ook in het centrum van Nijmegen. Maandag werd op plein 44 al begonnen met de opbouw van kramen voor de kerstmarkt. Op de grote markt komen 12 of meer kleine kersttenten. Deze worden in de middeleeuwse sfeer ingericht met een verwijzing naar de gebroeders van Limburg. Ook komt er een grote tent waarin op de dagen voor kerst muziekuitvoeringen plaatsvinden. De verlichting in het centrum krijgt hier en daar nog een extra impuls. Op 23 december, daags voor kerstmis, trekt een optocht van trucks versierd met tienduizenden lampjes door de binnenstad. Het wordt de grootste kerstmanifestatie die het centrum van Nijmegen in jaren gekend heeft.